Bestuursambtenaar Philino Elliott, die zaterdag in de nachtelijke uren is mishandeld door een politieagent, heeft vandaag een klacht ingediend bij de afdeling Onderzoek Politiezaken OPZ. Politiewoordvoerder Humphrey Naarden bevestigt tegenover de STVS-redactie dat er daadwerkelijk een klacht is ingediend en het onderzoek wordt voortgezet. Volgens Naarden zal er worden nagetrokken wat er zich precies heeft afgespeeld op de bewuste dag. De zus van de benadeelde, Jael Alspeer, vertelt dat haar broertje na het verrichten van werkzaamheden tegen 13:45 in de ochtend aan de Van het Sigastraat staande werd gehouden door de politie. Hij heeft die agent toen zijn dispensatiebrief getoond. Die wilde het niet zien en hij heeft hem direct een vuist geslagen. Mijn broertje, zijn valhelm is gevallen. Hij keerde zich toen om het op te rapen en hij werd toen een pistool tegen zijn hoofd aangehouden. Ze hebben hem in de boeien geslagen, die recruit en die agent. Hebben hem in de boeien geslagen, hij is toen in de pro-wagen gaan zitten. Geboeid en al in de pro-wagen komt die agent terug en hij klapt hem in zijn gezicht. Op Nieuwe Haven aangekomen, vroeg mijn broertje toen een beetje water. Ze hebben hem geen water gegeven. Zijn telefoon is van hem afgepakt geworden toen hij zijn meerdere, mevrouw Sita, probeerde te bellen. Want die heeft toen alles gehoord. Zijn telefoon is afgepakt, ze hebben het uitgemaakt. Ze vroegen hem toen 4 nummers, want hij had dan babyvoeding in zijn tas die hij voor zijn baby moest brengen. Hij heeft ze hun 4 nummers gegeven, die 4 nummers gegeven. Ze hebben niemand contact. Totdat we zelf erachter zijn gekomen dat mijn broertje daar was. Ze hebben hem vreselijk aan huis behandeld en ik vind het heel erg. Omdat mijn broertje persoonlijk een heel rustig persoon is en dit ga ik never nooit pikken. Toch? Deze agent dient buiten functie gesteld te worden en hij dient een flinke boete en pak rammel te krijgen, want dit kan niet. Hij had hem ook dood kunnen maken en hem gewoon daar kunnen laten, toch? Mijn broertje is een vreselijk rustig persoon en dit ga ik niet meer zo laten. We zijn nu bezig met de zaak en ik wens dat het goed komt, toch? Hij is getraumatiseerd, want hij heeft een flinke baks gekregen. Het kan een hersenschudding veroorzaakt hebben. Mijn broertje gaat begeleid moeten worden. Elaine Elliott, moeder van het slachtoffer, vertelt hoe zij dit alles heeft ervaren. Toen wij Philino niet konden bereiken, ging er van alles door me heen. Ik dacht dat ik mijn zoon had verloren. Wij hebben met diverse politiebureaus en ook met het bureau Nieuwe Haven gebeld. Zij gaven allemaal aan dat mijn zoon niet daar was, terwijl de agent mijn zoon als een crimineel heeft gedumpt bij politiebureau Nieuwe Haven, zegt de moeder. Meneer, wat er in me omging, alleen het feit dat ik hem niet meer kon zien vanaf de dag dat hij van huis uit vertrok, totdat ik nog hoorde dat er nog niets gevonden was, was ik echt droevig. Ik heb echt gehuild. Yeah. Ik ben hem gaan opsporen bij iemand thuis. Nee, ik ben het nummer gaan halen bij een collega van hem. Maar zij is van het resort Beekhuizen, een dame Melissa. Ben ik het nummer van meneer Miranda gaan opzoeken. En zodoende heeft hij me gezegd, laat me mijn koeletjes houden. Ik begon te gillen. Ze zegt, het komt in orde, mevrouw Elliott. Maakt u zich niet druk, we vinden uw zoon wel. Yeah. Maar tot nu toe ben ik niet tevreden over dat wat meneer, wat die meneer gedaan heeft met die jongen, zijn handeling. Want ik zelf sla mijn kinderen niet. Die vader slaat zijn kinderen ook niet. Want die vader is penitentiair ambtenaar. Yeah. Ja. Yeah. En hij heeft een nog hogere rang dan die politieagent. En hij sloeg zijn kinderen niet. De moeder en de zus van de mishandelde bestuursambtenaar Philino Elliott zijn van mening dat het recht moet zegevieren en dat de politieagent voor alle onkosten die gemaakt zullen worden, moet opdraaien.